Niet te ver doorlopen hoor. Zo is dat goed. En is het wat? Is het wat? Zeker wat. Is zeker wat. Nee, mooie boot. Kijk, kijk eens op. Kom maar met deze. Ja, toch. Ja. Huis. Stans, joh. Stans. Ja, zijn we veilig? Ja. Nee, niet het waterlaas of iets. Hij zal lukkig zijn. Hij is mooi, hè? Prachtig. Zei ik toch? Zei ik toch? Dat is Rosanne van de Rederij. Hallo. Hallo. Welkom. Ik ben Rosanne van Diepen van Rederijtsmiddel. Nou, varen met het ding. We moeten eerst nog praten en een fles champagne er tegenaan knallen. Oh en ja, zo. Dat is waar. En ze hadden een hele mooie fles van suikerglas, maar die is al stuk, dus we moeten er echt even van slaan. Maar dat komt helemaal goed. Hij moet wel goed kapot gaan. We hebben geen drinkjes bij elkaar, Sam. Doe nog even met het smitje team een fotootje maken. Zo. De kapitein en... Krijs. Dan kijk je. Net Jantje Smit gefotografeerd natuurlijk. Zonder open krullen weg. Oh, is die maar zo populair? Is die maar zo populair? Nee, zo groot. Oh, dat heb ik wel. Echt die man? Nee. Rosanne, had jij iedereen bij elkaar? Ik heb iedereen ook bij elkaar. Oké, dan blijven we namelijk de doop van deze mooie sloep Johnny Krijkamp. Zometeen zal eerst de manager van Rederij het Smitje even aan het woord zijn. Om iets te vertellen. Daar wil ik het woord geven aan Johnny Krijkamp. Daarna zal het officiële moment plaatsvinden, de doop, waarna we met z'n allen zullen proosten op een behouden vaart. En daarna zullen we met de genodigden aan boord gaan om een mooie tocht te maken richting de Kinkerbuurt, daar waar hij een grote tijd van zijn leven gewoond heeft. Eddo Knorringa, ja. Manager van Rederij het Smitje, ik jou het woord geven. Een zanger van de opera, die zong een mooie aria, maar aan het einde van het lied wist hij helaas de woorden niet. Toen fluisterde men hem iets in zijn oor en zong hij rustig door. Ik ben zo blij dat mijn neus van voren zit en niet opzij. Een lied uit 1957, wat mede bekend is geworden door het mooie duo Krijkamp en De Gooier, wat uiteindelijk 3 maanden in de hitparade heeft gestaan. En daarna is het nummer van de hitparade gegooid door de Beatles. En ik denk zeker voor die tijd, 3 maanden lang op de hitparade, is het niet verkeerd om dan door de Beatles het heide eraf te worden gegooid. Lieve familie Krijkamp, bekende, hartelijk welkom bij deze bijzondere doop van het schip. Toen wij Rederij het Smitje 13 jaar geleden om de hoek kwamen kijken als Amsterdamse rederij, zijn we voorzichtig begonnen met 1 bootje. De naam was duidelijk, het werd het Smitje. Gebaseerd op de familienaam van Thomas de Smit, oprichter van de rederij. Daarna kwamen boten met klassieke namen zoals de Vondel, de Wilhelmus en de Mona Lisa. Maar ja, wij zijn ook met de tijd meegegaan. We zijn gegroeid. Op het ogenblik, we hebben het over de 14e boot bij de rederij. En we zijn van klassieke dekschuiten en salonboten, waar we groot mee zijn geworden in Amsterdam, overgegaan naar de elektrische schepen. Waarbij dit ook dus weer een voorbeeld is in de stad. De nieuwe generatie wordt mooier, stiller en veelzijdiger. Want je kan veel meer doen dan alleen maar varen met familie en vrienden met een boot. En bij het zien van een boot moeten mensen een glimlach gaan krijgen op zijn of haar gezicht. Met deze verjonging zijn we ook op zoek gegaan naar verjonging van namen volgens de toekomstige vloot. En u heeft een primeur. Dit is de eerste boot die we officieel dopen in deze vorm. Boten en mijn vader. Ik weet dat het eerste bootje wat mijn vader kreeg, kocht hij van Oude Rijk. En daarmee belandde hij als eerste, omdat hij de achteruit niet kon vinden, op een vol terras in Loosdrecht. En dat niet alleen. Ik weet me ook te herinneren dat toen ik een jaar of 17 was, ik een vriend had wiens vader les gaf. En de meetlat en alles zijn eigen koers varen. Maar er kwam mist. En werd wat onzeker en dacht, we gaan op die boei af, daar verderop. In de mist. Dat bleek dus de ingang van de Europoort te zijn. Dat was voor een scheepje van 8,5 meter.
in de mist. Een bijna doodservaring voor mij. Waarop ik zei, Krij, ik lig in het veronder, dan ben ik als eerste weg. Maar zoals u weet hebben we dat overleefd en gelukkig, want Ajax heeft daarna nog 3 Europa Cups gewonnen. Ik wil hiermee zeggen dat als dit scheepje maar een beetje zo onstuimig is als zijn naam dragen, dat het voor andere schepen beter is om maar bij voorbaat voorrang te verlenen. Ik moet dus zeggen, nee, dat is alle gekheid. Mijn vader hield van het water. Werd uiteindelijk een goede schipper, een uitstekend zeiler en een goede visser. Wij zijn trots dat hij deze naam draagt. Ik hoop, net als de rederij, dat het op ieder een glimlach zal blijven, toveren op ieders gelaat. En dat hij niet een vol terras op vaart. Ik wens hem dus een behouden vaart en... Wat denkt u? Het zonnetje breekt door. Dus dat lijkt mij een mooi moment om de plichtplegingen te gaan doen. Nee, zielig hè? Ach jeetje. Jammer hè? Oké. Ik ben er vandoor.